even Gio een beetje gek maken. Zo, het is heet. Nou hè, hoe gaat het met jullie? Goed. Nou, morgen mogen we eruit. Oh, fijn. Gaat het nou? Ja. Kijkers, welkom bij weer een nieuwe video op ons kanaal. Leuk dat jullie weer kijken. Dit wordt weer een weekvlog en het begint spannend vandaag, want ik ga voor de tweede coronatest. Melanie die is gisteren negatief getest en ja, ik ben heel benieuwd wat het bij mij gaat doen. Ik heb geen klachten, maar ja, ik moet toch testen, dus ik ga zo onderweg. Goedemorgen, we hebben weer een nieuwe dag vandaag en we zijn een aantal dagen verder. Want ik heb als laatste de coronatest gedaan en deze uitslag was negatief. Dus ik heb geen corona, gelukkig maar. Gio en Jade nog wel steeds. Vandaag is het dus, wat ik al zei, donderdag. En als ze morgen klachtenvrij zijn, mogen ze uit quarantaine. Ik heb 2 dagen niet gevlogd, want ik heb 2 dagen hier in huis schoongemaakt. Echt alles gedaan. Badkamer, keuken, huiskamer, slaapkamers en boven. Ook Melanie de kamer hebben we het een en ander alweer uitgezocht. Kantoor van Marcel ook dingen uitgezocht. Dus ja, hoort er allemaal bij. Dus dat heb ik niet gevlogd. Als jullie dat nu voortaan ook willen zien, moet je het maar laten weten in de reacties. Hoe ik hier als een wervelstorm tekeer ga. Wat ik vandaag ga doen is cadeautjes halen voor Gio. Want ja, die zitten al bijna een week in quarantaine. En ik vind het leuk om ze wat leuke en gekke dingetjes te geven. Daar kunnen ze misschien nog wat leuke dingen mee doen. Dus ik ga zo op pad. Die ga ik dan voor ze kopen. En dan ga ik naar Gio toe. En Jade en Vincent. En gewoon even een bezoekje brengen. Ik blijf natuurlijk wel buiten staan. Ik ga niet naar binnen. En ik zet gewoon alles voor de deur. Ik heb ook een aantal vragen gehad van, Louise, waarom heb je een coronatest gedaan? Want als je ingeënt bent, dan hoeft dat niet meer. Maar dat is dus niet waar, want je kan het wel bij je dragen. Vanaf vandaag is het zo dat als je gevaccineerd bent en het is 14 dagen geleden, dan hoef je geen coronatest meer te doen als je in contact bent geweest met iemand die corona heeft. Die regel gaat vandaag weer in. Maar ja, die was vorige week natuurlijk nog niet ingegaan, dus ik moest me gewoon laten testen. Ja, Melanie heeft ook geen corona, dus wij zijn helemaal coronavrij. En ja, wat ik al zei, ik ben ingeënt. Marcel heeft zijn 2e vaccinatie gehad. Melanie gaat zich zondag laten vaccineren. Dus gaat verder allemaal goed hier. Maar zoals ik zei, ik ga op pad en ik ga jullie meenemen. Ik heb trouwens, wil ik heel even laten zien, een heerlijke jurk aan. En het is een beetje stretch, maar die stof die valt heel zwaar, heel mooi en hij zit echt heel lekker. Een leuk mouwtje zit er ook op en die heb ik gekregen van Refined Department. Ja, ze hebben echt heerlijke leuke blousjes, setjes. Ik vind het echt zalig. Het draagt heerlijk en het is natuurlijk weer mijn kleur. Ik heb toch maar even gewacht tot Melanie thuis was van het sporten. En we zijn nu bij de Emago. Dat is een groothandel hier. En daar hebben ze allerlei leuke dingen. Dus we gaan samen even wat spulletjes kijken. Hè? Even Gio een beetje gek maken. Zo, het is heet. Nou hè. Emago. Het leuke is dat het niet alleen een groothandel is. Ze hebben hier echt van alles. Heb je al wat leuks gezien, Mel? Ja, zo'n verpleegpakje is ook wel leuk. Ja, dan moet je de hele dag in lopen bijvoorbeeld. Ja. Kijk hier. Deze voor Gio. Ja. En deze voor Jade. Oh ja, dat gaat Jade als politie de hele dag achter hem aan. Of 1 politie en 1 boef. Dat is ook wel leuk. Dat is ook leuk, die gele, geel-zwarte. Ja. Kijk, hier hebben ze dus ook allerlei dingen. Echt heel veel kostuums. Kijk, we zijn in carnaval zo. Ja, als je dat zo ziet, allemaal wel. Echt superleuk. Maar we gaan even verder kijken. Nu lopen we weer in een van de rijen hier, of een van de paden. Er is echt alles hier te krijgen. Ook allemaal spelletjes. En ja, ook schoonmaakspullen, servetten. Echt de gekste dingen die je kan bedenken, kan je hier krijgen. Dus altijd wel even heel leuk shoppen hier. We lopen nu even naar boven, want er is boven ook nog een afdeling. En dit is ook een hele mooie afdeling. Jeetje, ik ben hier volgens mij 1 keer geweest. Was jij hier al eens geweest, Mel? Nee. Boven? Nee, hè? Nee. Kijk eens. Je hebt echt een hele mooie afdeling hier ook, hoor. Zo. Nou, die wil ik wel in de tuin. Mooi, hè? Kijk, die doeken zijn ook leuk, zeg, achter jou. Ja. Heel leuk. Dit is ook leuk, zeg. Zo'n
Kijk nou dat huisje hier. Ook zo leuk. Ik word helemaal gek als ze straks. Nou, je hoort wat Melanie zegt. Ze wordt helemaal gek als ze straks op de zaal woont. Of ja, ze moet natuurlijk al de spullen nog uit gaan zoeken. Dus ze heeft nog heel wat te doen en er is heel veel keus. Wordt moeilijk, Mel? Ja. Dit is toch fantastisch in je tuin. Leuk, hè? Ja, het is echt heel mooi. Nou, Mel, we zijn geslaagd, denk ik, hè? Zeker wel. We hebben heel veel spulletjes. We hebben een hele kar vol, dus we gaan het allemaal inpakken, briefjes erbij schrijven en kijken hoe die het gaat vinden. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Kijk eens. Wagentje vol. Wij zijn weer thuis en ik heb alle cadeautjes ingepakt. Ik heb er allemaal briefjes op gedaan. Sommige ja, een beetje cryptisch en andere met een opdracht. Dus ik ga ze naar Gio brengen. En we gaan ze verstoppen in zijn tuin. En dan mag hij zelf steeds, of Jade of Vincent, een cadeautje in zijn tuin gaan zoeken. Dit is de tas. En daar staan dan de briefjes op. Met nou ja, opdrachten en cryptische omschrijvingen. Wij zijn onderweg naar Gio. En ik heb Marcel ook even gebeld. Die komt met het pontje over, ook naar Gio. Dus we gaan nou ja, zo alle cadeautjes... Je moet hier rechts. Oh, sorry. Oh ja. Dus we gaan zo... Weet je, de vorige keer trouwens reed ik ook te ver, hè? Oh, toen moest ik de rotonde weer nemen. Maar we gaan dus alle cadeautjes voor de derde keer. We gaan dus alle cadeautjes in de tuin verstoppen, want we mogen natuurlijk niet binnen. En zij moeten dan de cadeautjes gaan zoeken. En ik denk dat we ze ook nog een nummertje gaan geven. Want dan mogen ze op nummer ze pas openmaken. Want het is wel leuk, want het zijn natuurlijk allemaal verschillende dingen. Voor ontspanning, maar voor inspanning. En dus ja, we gaan het zien. Zo, we hebben de cadeautjes een cijfertje gegeven. Melanie haalt ze nu uit de auto. En kijk eens wie we daar hebben. Hallo. Goedemorgen. Oei, het is geen morgen meer. Voor ons wel. Oh. Ja, voor ons even dag. Hoe gaat het met jullie? Nou, morgen mogen we eruit. Oh, fijn. Heel fijn. Eindelijk. Alles weer een beetje normaal dan. Ja. Ik nou, voel me echt best pokken hier. Ja? Nou, we hebben wel wat leuks voor jullie te doen. Mooi. En mooi? En wel, kijk eens even, we hebben echt een hele tas vol. Echt, hè? Nou, wij gaan de cadeautjes verstoppen in de tuin, dus ze kunnen er genoeg zoeken. Het zijn er 12. Oké, ja, we stoppen ja. Het allemaal in de schuur, dus dan ligt het van water dicht. Het zijn er 12 en op elk pakje staat een cijfer. En als je ze allemaal gevonden hebt, dan mag je ze één voor één uitpakken. En beginnen bij 1. En beginnen bij 1. Ja. Nee, niet bij 12 natuurlijk. Nee. Ja, maar ze zegt er staan cijfers op en je moet ze 1 voor 1 uitpakken. Ja, dat zegt niet welke van wat die zegt. Maar beginnen bij 1 en als je daarmee klaar bent, of dan mag je 2 pas doen. Oké. Ja? En wat doen ze dat 2 dan? Ja, 6. Die, 6. Ja, ik heb mijn diploma nog niet binnen. Ja, dat kan wel tellen toch? Ja, maar heel van Gio denk ik wel. Ik ben benieuwd, maar ik denk dat we ze allemaal in de schuur gooien. Zijn allemaal geintjes natuurlijk, hè jongens. Gaan we ze in de schuur gooien? Oh, ik dacht dat we het serieus zouden doen. Oh, echt? Ja, tuurlijk. Nou, we gaan ze verstoppen. Even kijken of we allemaal wel goede verstopplekjes kunnen vinden. Wat zeg je? De tuin is groot zat. Ja, daarom. Kijk, daar heb ik een verstopt. En de rest loopt daar. Maar we gaan de volgende verstoppen. Heb je al een verstopplekje? Ja, ik heb een. Ja? Ja. Ik ook. Heb je dit gezien? Kijk nou, de appeltjes groeien hier al aan de boom. Appels? Nee, dat zijn toch peren? Zijn het peren? Kijk maar. Oh, peren. Oh, peertjes. Ja, inderdaad. Ja, appels zijn groter natuurlijk. Hè? Huh? Ja, die hebben niet zo'n vorm. Ja, dit is zijn boomgaardje, hè? Ja. Leuk. Heb je al wat verstopt? Ja. Oh, ik ook. Daar ligt er ook een. Die heeft Marcel verstopt. Oh, Mel, je hebt er al een gevonden. Ja. Daar ligt hij ook. Kijk eens wie daar ligt te slapen. Die heeft niks door, want die ligt lekker te slapen. Ze moet wel heel zachtjes zijn. Weet je wie daar ligt te slapen? Oh, Vin. Ja. Dus zachtjes zijn. Ze kan gillen naar zijn oren. Ja. Hier zit er eentje in de struik. Ik heb er daar in de boom een gedaan. Hier ook nog een? Ja, daar heb ik eentje. Daar? Ja, daar ligt er ook een. En Marcel heeft er daar ook een neergelegd. Ik heb er nog een. Oh ja. De laatste. De laatste. Ik ben wel heel benieuwd hoe lang het duurt voor ze het allemaal vinden. Het zijn er dus 12 en ik ben echt heel benieuwd wat ze er ook van vinden. Maar niet de takken afbreken, hè? Hé, maar
Niet de takken breken, nee. Hè? Maar valt die op? Nee, niet echt. Je hebt een beetje groen papier moeten gebruiken. Ja, maar ik had allerlei soorten papier. Ja, maar dit kan wel. Ja, joh. Ja. Ah, oh, kijk dan. Ik zou zo graag een willen knuffelen. Oh, maar dat gaat niet. Ja. Zo, kijk eens even. Die bloemen hier. Die zijn mooi, zeg. Goedemorgen. Sunshine. Wat denk je ineens? Een invasie hier? Ja. Ja. Ik hoor allemaal rare stemmen in mijn dromen. Dat waren wij. Oh. Ze zijn op zoek. Ze hebben al de eerste gevonden. Eerste gevonden. Eerst allemaal verzamelen en dan uitpakken. Ja. Leuk dat we toch zo buiten kunnen lopen. Nou. Ja, ik vind het wel leuk dat het lekker weer is. Wow, ja, daar heeft de tweede al. Nummer 2. Oh, nou, dit is ook echt nummer 2. Even ontstoppen, hè? Maar er staan een soort van cryptische dingen op. Haal het jak en even ontstoppen. Oh, misschien zijn er allemaal dingen op. Misschien kunnen we hier de wc ontstoppen. Oh. Ook boven je. Oh, ja. Hey. Ik heb 2. Acht. Kijk eens. Oh, dit is nummer 8. Voor jaren voor in de zwembadjes. Deze zwembadjes, hè? Leuk, hè? Ja. Huh? Wij weten waar het is. Mel, ze raadt het wel. Zeker zwembandjes, hè? Ja, en ze zei ook al om de wc te ontstoppen. Ja, ja, ja. Echt slim, hoor, die jaren. Oh, hier! Kijk, je kijkt tegen mij, ja. Ga je aanwijzingen geven? Nee, ik deed niks. Oh. Zullen we ze even op de boom? Ja, even bij de boom. Gas. Deze staat tegen de verveling, een beetje beweging en om fit te blijven veel plezier. Oké. Vader Jacob. Ja. Nou, ze zijn nog steeds aan het zoeken. Ze hebben er nog 4 te gaan. Oh, hier. Wat is er even? Nog 3. Oh. Ja, ligt er. Daar. Nee, wat staat erop? Ga gezellig picknicken in de tuin. Oh, oké. Op dit moment zijn jullie inderdaad heel warm, ja. Maar het ligt niet onder het gras. Ik ben nou heel warm. Nou ja, je kan een schep pakken. Zie jij hem, Pim? Ik zie hem. Oh ja, hier zo. Zo, wat de fuck? Ja. Oh, maar wacht, hoe ga ik hier inkomen dan? Nou, dat is wel een mooi plekje, hè? Oh. Ja. Ja, ja, juist. Ja, en wat staat hier op? Wie kan de bal tegenhouden? De laatste is gevonden en die lag hier. Oh, kijk, daar is die. De laatste is gevonden. En die lag daar onder de mat. Had Melanie verstopt, dus dat was wel een goeie. Want het duurde even voordat ze hem vonden. Maar ze hebben ze alle 12. Nou, ze zijn begonnen, oh, hoor. Vlieg er maar voor. Ja, oh, je bent wel handig, ja. Ook zo'n elektrische, oh, die moet je op de tong zetten een keer. Ja, dat is leuk. Ja, maar dan moet je jouw tong zetten, maar niet. Nee, maar dat... Ja, daar opent de fitpot. Trek er eens een kaartje uit. Wat staat erop? Volgende. Staat erop? Nee. Ja, dat. Nee, wat staat erop? Ook volgende? Ja. 25 leg races voor jou. Nee, die is voor jou. Jij trekt het kaartje. Nee, dus, zo is het niet. Dan mag je hem uitdelen. Dus, Navier. Wie kan de bal tegenhouden? Oh, voorlopig hebben ze dus nog wel wat te doen. Maar het is in ieder geval een goed idee geweest. Ik af en toe, want er staat voor Jade. Ja, voor Jade voor in de zwempijpen staat erop. Nu ben ik helemaal niet. Oh jee. Kijk de lachen. Zwemmandjes. Oh jongens, ik ben zwemmandjes. Oh, nee. Ja, prinsessen zwemmandjes. Oh, dat vind ik echt cute. Je, ja, mag ze ook niet lenen. Ja, je moet ze wel even omdoen, Jan. Doe ze even om. Ja. Ik ga ze in de tussentijd even opblazen. En kan je ook de zwemvijver in? Oh. Ja, dat is echt gewoon bijna. Nou, alle cadeautjes zijn uitgepakt. Leuk? Ja, ja, heel leuk. Ja? Heel blij mee. Nou, de uitgang is daar, dus ja. Ja. Lopen we om. Dankjewel, moeders. Dankjewel, moeders. Graag gedaan. Graag gedaan. En Melanie. En Melanie. Dank jullie wel. We zijn heel de middag bezig geweest, hoor. Je moet toch wat trek doen met Corona, hè? Ja, waarom? Nou, hè? Alles is uitgepakt, nou, ja, en ze kunnen leuke spelletjes doen. En het zijn natuurlijk allemaal een beetje geintjes, maar ik ben super blij dat ik ze weer zie en dat ze weer vrolijk zijn. En dat het weer stukken beter met ze gaat. Want ja, ik heb ze echt een hele week niet gezien. Alleen ze vlogs dan natuurlijk, waarvan de 2 ook niet online gekomen zijn. Maar ik ben, zoals ik al zei, blij dat ik ze weer kan zien. Goedemorgen, we hebben weer een nieuwe dag vandaag. En vandaag is het vrijdag.
Vandaag heb ik eigenlijk een dagje administratie. Melanie is ook al bezig met administratie. Hallo! Wat ik nog even wilde laten zien, ik heb nu trouwens de blouse aan van Refined. En dat is echt een hele kleurige, fleurige blouse. Hou ik wel van. Het is een lekkere stof. En het zit heel lekker. Ik heb ook wat kleding van Josh ontvangen. En die ga ik nu even laten zien. Dit is een pak, een jumpsuit van Josh V. Een heerlijke stof, maar ook een leuke stof. Hij is mouwloos. Met hier elastiek in en dan een hele lange broek. Als je op mijn Instagram kijkt, dan kan je zien dat ik het pak aan heb en hoe het staat. Want het is echt heel leuk. Het draagt lekker en het zit lekker. Hij is aan de achterkant ook open, dus met een open rug. De jurk die ik nu ga laten zien, die heb ik ook op een Instagram foto aan. Dus die kan je ook precies zien hoe die er daar uitziet als je hem aan hebt. Dit is hem, de jurk. Er zitten allemaal kleine knoopjes op. Hij is heel erg lang. Er zit wel een grote split aan de zijkant. Deze, echt super leuk. En er zit een leuke ceintuur om. Hij is ook mouwloos. Gaat het nou? Ja. Godzie. Maar zoals ik al zei, als je dus op mijn Instagram kijkt, daar staat die foto. En dan kan je precies zien hoe die staat als je hem aan hebt. Ik heb trouwens ook mijn bloemen nog buiten hangen. En het heeft wel veel geregend en het is rot weer geweest. Maar ze zien er nog echt prachtig uit, vind ik. En het is ook een hele mooie kleur. Deze. En daar ook. Dus ondanks het slechte weer ben ik blij dat ze er nog heel mooi bij hangen. We hadden er ook eentje en die... die was eigenlijk uitgebloeid, maar die heb ik goed meegenomen. Die heb ik heel goed verzorgd. Zelfs eigenlijk een beetje tegen de bloemen gepraat. Nou ja, dat niet echt, maar ik zal het laten zien, want ze zijn toch aan het uitkomen. En nou ja, ik wist niet dat ze deze kleur zouden worden, maar ze zien er echt super mooi uit. Kijk, en ze zijn paars geworden. Maar deze was dus helemaal, ja, er zat geen bloemetje niks aan. We dachten echt dat hij dood was. Maar goed verzorgd, een beetje tegen praten. En dan komen er weer bloemetjes aan. Deze is trouwens ook heel erg mooi. Zit ook helemaal vol met bloemen. Ja, ik hou veel van bloemen en van kleur. Ik ben er echt blij mee dat het allemaal weer doet. En een beetje vrolijkheid en gezelligheid geeft in de tuin. Goedemorgen, we hebben weer een nieuwe dag vandaag. En vandaag is het zaterdag. Gisteren, nou ja, zoals ik al zei, ben ik aan de administratie bezig geweest. En allerlei dingetjes. Gio en Jade zijn nog langs geweest. Ja, ik heb niet gefilmd. We hebben wel een hele gezellige avond gehad met z'n zessen. Dus het was echt een gezellig gezinsavondje. Hè? Ja, zeker. Was heel gezellig. Jorn was erbij en Marcel die had koopavond, maar die kwam er ook bij natuurlijk. Met z'n allen. Met z'n allen. Echt van als van oud. Dus het was echt superleuk. Echt van als van oud? Ja. Echt als van oud? Echt als van oud. Echt als van oud. Dus het was superleuk. Vanochtend moesten we er allemaal weer heel vroeg uit. Marcel moest weer werken. Bij Gio wordt vandaag de airco geplaatst, dus die moest ook weer vroeg naar huis met Jade. Wij zijn zelf onderweg naar Delia, want het is zeker wel 4 weken geleden dat we daar geweest zijn. Omdat er steeds wat tussen kwam, dus moesten we de afspraken afbellen. Wel op tijd natuurlijk, want dan kunnen ze in ieder geval weer andere klanten aannemen. Jorn, die zagen we net op de ring ook weggaan. En die moet zijn vader helpen. Dus iedereen die is weer heel vroeg en betijds eruit. Maar we zijn bijna bij Delia. Dus we gaan onze gezichtjes weer lekker laten doen. Daar zijn we weer bij Delia. Melanie stapt ook nog even uit. Vandaag gaan we de Age Element Treatment doen. Ik heb zojuist de resurfacing peeling aangebracht. We gaan nu de boosters aanbrengen. Ik heb er 2 gebruikt, de anti-wrinkle booster en de redensifying booster. Om echt goed de rimpeltjes minder diep te maken. En de redensifying geeft wat meer volume aan de huid. Ook werkt hij heel erg hydraterend en opbouwend. Geeft echt wat meer energie aan de huid. En deze gaan we heerlijk inmasseren totdat het helemaal wordt opgenomen. Ja, fijne wandeling weer na die 4 weken. Maar... Nou hè, heerlijk. Ja, na het zonnetje van Ibiza. Even goed opheffen voor de huid. Verzorgen. Zeker. Na zoveel zon en natuurlijk UV-straling, wat ook schade brengt aan de huid, werkt deze ook weer heel mooi opbouwend en herstellend. Ja. Lekker hoor. Heerlijk. We gaan nu het firming masker aanbrengen. Deze geeft ook een heel mooi opvullend effect. En merk je echt dat die huid wat steviger wordt. Ook wordt het collageen heel mooi geactiveerd in de huid. Gaat ook mooi over de ogen heen. Ja, moet je ogen niet open doen. Nee, niet meer.
echt weer fantastisch uit. Het is echt, ik heb helemaal verder niks op mijn gezicht nu. Alleen een klein beetje lipgloss. Melanie ligt nu. En die heeft lekker ook een masker op. Dus die ligt lekker te ontspannen. Hier staan de boosters. Die dus gebruikt zijn voor mijn gezicht. Mooi product. Het is dus Age Element van Meso Aesthetic. Wij zijn weer thuis en we hebben een heerlijke behandeling gehad. Marcel die is ook thuis. Heeft zijn sportkleding al aangedaan. Ik heb ook mijn sportkleding al aan. Want wij gaan sporten. We gaan naar Warm Sportinstituut in Hellevoetsluis. Oh, sportkleding aan. Ja. Melanie sport daar ook altijd. En ja, wij sinds kort ook. We zijn even 2 weken ertussen uit geweest. In verband met Ibiza. En vorige week kwam er ook van alles tussen. Maar we gaan er weer flink tegenaan. En we zijn weer aangekomen bij de sporthal. En ik vind het al zo apart, die toren hier. Dat is die klimtoren, hè? Blijft bijzonder, hè? Ja, ja, mooi, hè? Ja, echt leuk. Het half uurtje sporten zit er weer op. En we hebben biocircuit gedaan. Ik heb het al in een paar video's eerder uitgelegd. Dus moet je maar eens even terugkijken. Het is echt intensief. Het is een half uur, maar je traint alle spieren. En ja, ik vind het echt heerlijk. Wat vind jij ervan, Mar? Heel erg goed. Ja, hè? Heel fijn, ja. 35 minuten. Ik ben echt helemaal back-off. Nou, en daarbuiten kan je natuurlijk ook nog overal alle andere apparaten sporten. En, maar ja, wij vinden dit echt perfect. Kost niet te veel tijd en je traint gelijk alles. Dus super, wij gaan weer naar huis. Zoals jullie zien zitten wij nu in de auto en zijn we onderweg ergens naartoe. Waar naartoe ga ik nog niet zeggen, want dat kunnen jullie in de volgende vlog zien. Dus Marcel en ik die gaan op pad. En wil ik jullie weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Dit is weer het einde van de weekvlog. Vergeet niet blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet te abonneren. Je kan ook het blauwe belletje aandrukken. Dan weet je wanneer er weer een nieuwe video online staat. En vergeet ook niet een leuke reactie achter te laten. En dan zeg ik voor nu heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei! Doei!